voor Christine Diltens. Heeft u lang nagedacht over het slot? Want dat is super gecompliceerd en ja, ik vond dat wel mooi gevonden. Ik was zelf ook een beetje bang voor mijn slot. Want ik had zoveel chaos gemaakt. Ja, dat wil zeggen, ja. Jullie kennen allemaal een puzzeldoos vol met puzzelstukjes. En ik had voor mezelf een puzzeldoos met meer dan 1000 stukjes daar neergelegd aan draadjes, verhaallijnen, personages. En dan hoop je dat je zelf je eigen chaos kunt ordenen. Dus dat is voor mezelf ook altijd heel spannend, want ik weet nooit mijn einde op voorhand. Nooit. En dan opeens, ik vind dat zelf een vorm van magie. Als jouw personages daar staan en ze krijgen een hart mee en een ziel en een eigen karakter en die zijn op weg, dan nemen die jou mee op weg. En dan kun je alleen maar heel consequent aan je personage die weg mee afleggen om dan daar te komen wat wij een einde noemen. Ik noem dat geen einde, maar aan een boek moet nu eenmaal ergens een einde komen. Dus het is dit einde geworden. Ik heb een vraag voor Katrien Vervalen. Toen u begon het boek te schrijven, wist u al wie dat de moordenaar ging worden? Nee, het is een beetje zoals Christine dat pas zei, je begint aan een boek. Het is dus wel zo dat ik meestal wel weet waar ik naartoe ga. En min of meer wist ik wel waar het naartoe ging. Maar schrijvenderwijs, de personages doen toch een zin. Dus eigenlijk wist ik niet echt wie de moordenaar of moordenares ging zijn. Dat is ook spannend voor mij. Ja. Ik heb een vraag aan Christine Diltens. Bij het slot, hij wist nog niet het slot in het begin, hè? Wist je dan dat Pelgrim en Balder dezelfde personages waren? Het is zo dat ik het 1/4 van het boek af had en ik was dus al op weg. Dus van Catalonië naar Brugge met die pelgrim, die doofstomme leerling. En opeens begon ik die lijn van Balder te schrijven. En toen dacht ik, hier kan iets gebeuren. Dat kan hetzelfde personage worden. En dan moest ik eerst een hoop gaan schrappen. Dus ik schrap ongelooflijk veel. En opnieuw beginnen. En toen kon ik weer verder. En dan ga je weer een stuk van je boek en dan ontdek je dat je weer een heel deel moet schrappen, terug herzien. Het is dus eigenlijk altijd maar herschrijven en herschrijven tot je er bent en tot alles klopt.